Hey Jur, wist je dat déjà vu Frans is voor al gezien? Nee. Net zoals deze video, deze intro-achtig. What? Wow. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sky Krip met Jur. Of moet ik zeggen, niet meer dik. Jur is na een avondje brainstormen, heeft Jur een kanaalnaam. Dat is één update. Update 2 is ons huis is in de fik gevlogen door de open haard. Het was het waard. Ja. Zullen we het even voor de grap weer dichtbouwen? Ik en Rick gaan op mijn kanaal een Minecraft-serie doen. We gaan nog niet spoilen wat het wordt, want dat weten we nog niet. Nee. Maar ga vooral even kijken, want de eerste video komt morgenmiddag om 3 uur online. Je snapt dat dit pas over een week online komt, als het niet meer is, hè? Die was vorige week om 3 uur online. Online, precies, precies. Ik bedoel... Dus ja, linkje naar van Jur's kanaal, niet meer dik, staat in de beschrijving. Ja. Ja, voor de rest hebben we net wat avonturen gedaan. We hadden echt super erg gehoopt of een chicken spanner te vinden. Aangezien er zijn heel veel monster spanner-achtige dingen, maar ook met dieren. Niet gevonden, ook geen kippen-eieren gevonden, wel wat andere dieren-eieren gevonden. Ja, en wat andere goodies, dat is wel leuk. Nu hebben we ondertussen ons doel gezet op een monster trap maken. We zaten zelf te denken aan zo'n simpele met 4 deuren en een pressure plate. Voor de rest willen we toch echt proberen 12 enderpearls te verzamelen naar die end te gaan. Ja, maar we moeten dat ook wat doen, weet je. Zo'n makkelijke monster trap, dan houden we het simpel. We hebben wel trouwens een tweede sheep ding gevonden, dus we hebben nu 2 schapen. Yay! Kunnen ze nukken. Nukken. Lekker cd'tje trouwens. Ik maak wel even de deuren. Ja, is goed. Eens even kijken. We hebben ook nog spawn cave spider, spawn mushroom, spawn skeleton, spawn gas. Spawn gas is altijd leuk. Hebben eigenlijk helemaal niks alchemy gerelateerd op de lijst staan? Ik hoop het niet. We moeten trouwens... We hebben ook nog maken schaatsbaan. Dat is echt vet kut. Dan moeten we dus vet veel ijsblokjes verzamelen met een diamond pickaxe. Nou, een schaatsbaan hoeft niet zo groot te zijn, hè? Nee, in principe kan die 4 blokjes ijs zijn. Ja, daar heb je gelijk in. Maar alleen, als je doodgaat met die pickaxe, moeten we helemaal opnieuw zo'n pickaxe zien te krijgen. Ja, dan zijn we lul. Waar dan maken we de trap? Lul. Ik heb 4 deuren en een pressure plate. Oké, wij zullen hem bouwen. Een beetje daar zo, daar spannen soms nog wat monsters naast en achterin op. Okay. Hier, we doen hem gewoon hier, dan is dit onze last resort. Ja, stel, de monsters komen wel vrij. Alweer, dat is niet een heel... Nee, je staat nu ook verkeerd, toch? Of niet? Gaat het goed zo, denk je? Ja. En zombies kunnen er sowieso doorheen, want die kunnen gewoon deuren kapot maken hier. Goed niet. We vangen een skeleton. Die zijn Mag ik gaan we hem testen? Oh. Ja, dit is precies het tegenovergestelde wat we willen. En nee, dan ga je er vanaf en dan gaat hij weer dicht. Oh, oké. Wacht. Jur. Nu Jur toch iets moois. Oh, bitch. Oh ja, die mini-zombies kunnen er gewoon tussendoor, dus... Ja, dat is handig. Die kan dan de spanner uitproberen. De trap ding. Ik heb ook geen wapen bij me, dus ik blijf hem maar slaan. Ik ben dood aan het gaan. Koe! Oh nee! Herverskinning! heb je hem op het Afrikaans staan? Nee, maar ik moest daaraan denken. Dat is gewoon een Serpent gameplay referentie. Oh nee! Herverskinning! Kut Afrikanen! Dat was de actual quote. Waarschijnlijk gaat het weer kapot trouwens, Jur. Niet mijn idee. Kut. Werkt het? Ja, ik zet er ook een blokje neer, man. Maar nu we toch hebben over Jur die dingen maakt. Jur, vertel eens over je grote ambitieuze projecten op school. Oké. Ik doe sinds maandag... Wow. Ja, sinds maandag. Engineering, Design and Innovation aan de Hogeschool van Amsterdam. Wow. En... wat houdt het in? Weet ik ook niet precies. Het is een beetje ontwerpen. En verbeteren van bestaande producten en zo. Oké. Maar ook niet zelf dingen ontwerpen. Voor de eerste week, zeg maar, een soort introductie. Jij hebt trouwens een van de deuren, de laatste. Dat is correct, hier krijg je een pammer. Oké, gaat wel goed in ieder geval, joh. Gaat de goede kant op. Ja. En ons instapproject is een fiets bouwen. Ha, zo cool. Ja, oké, hij doet het. Ja. En dan moet er alleen nog een heel klein zombietje in. Oké. Instapproject fiets bouwen, ja. En die fiets, de eisen eraan zijn dat die moet een bodem op. Er moet een dak op, een waterdicht dak. Het moet een extra passagier kunnen dragen, dus op het extra stuk dat je aanmaakt. En het moet inklapbaar zijn.
Dus een klapbare, meerdere persoons fiets. Ja, want je moet zeg maar, eigenlijk een soort aanhanger maken. Je moet een uitbreiding op een gewone fiets maken. Dat is het idee. Okay, ja. En die uitbreiding moet een bodem hebben en een dak. Die moet een emmer water kunnen vervoeren met 10 liter water erin. Met zo min mogelijk verlies van water. Oké, dus het moet ook redelijk stabiel zijn, zeg maar. Ja, en er moet dus iemand op zitten, dus het moet sowieso stabiel zijn. Ja. En de eis is dat als je hem inklapt, hij moet dus inklapbaar zijn. Ja. En dan mag je niet breder zijn dan een normale fiets binnen een fietsenstalling. En dan gaan ze uit van een stuur van 80 centimeter breed. Dus okay. Je mag niet meer dan 40 centimeter aan beide kanten uitsteken. Ja. En je mag achter niet te veel uitsteken. Het is best wel een moeilijk project, ja. Dus. Dus wat je kan doen is bijvoorbeeld je aanhanger op een scharnier zetten en die dichtklappen. Dat is heel simpel. Ja. Wij hebben een kliksysteem gedaan dat je hem vastklikt in je bagagedrager. Kan je hem lostrekken, kan je hem 40 centimeter naar rechts zetten en dan zit hij ingeklapt. Dan steekt hij aan beide kanten 40 centimeter uit. Ja. En daar klik je hem weer vast. Of je zet hem helemaal naar links, dan zit hij op 80 centimeter en dan kan er iemand op zitten. Ja, dat okay. is het idee. Alleen, dat is het idee. Ik ben dus gezellig met de groepie. En... Ja. We hebben dus die plaat, die mag je niet kleiner maken. Dus op die plaat moesten we dat wiel monteren. Ja. Alleen omdat die plaat een beetje naar achter uitsteekt op de bagagedrager. Yes. Hebben we het wiel, dat was hun idee, dus een stuk naar voren gemonteerd. Ja. Waardoor die zeg maar op dezelfde lijn staat als het achterwiel van ons fiets. Okay, ja. Want als je hem verder naar achter zet, dan wordt het lastig om te sturen. Maar, hier Rick, staat een Enderman, dood hem, snel, Pearl. Nee, hij moet erin. Hij gaat in dit ding, Enderman. Ik heb trouwens wel een Iron Sword. Ja, verdorie zeg. Nou is hij weg. Okay. Nou, een witch. Maar in ieder geval... Ja, er moet nu wel heel snel iets grappigs gebeuren, joh. Anders klikt iedereen de video weg. Wat was ik aan het vertellen? Ja, iets over je fiets, alleen het was vet saai. Hier is ook een Enderman. Maar dat hadden we dus gedaan en toen stak het heel veel uit aan de ene kant en dan heb je natuurlijk nul stabiliteit. En nou hebben we allemaal mensen en die hebben allemaal dingen Oh, tyfus. Jur, terug! We gaan de monster trap testen! Ga erin! Zombie, nee, niet erlangs. Lul. Nou hebben we dus allemaal dingen gebouwd en we dachten dat we een vet goed idee hadden en dat het vet goed ging. Alleen, we hebben... Hij ja! doet het! Wat nu dus blijkt is, we hebben het van iedereen het simpelste idee en we hebben het slechtst uitgevoerd. Het is helemaal kut. Het is fucking instabiel en ik heb er nooit zoiets slechts gebouwd of gezien. Jullie help even dit ding dichtmaken, please. Ja wacht, ik zoek een zwaard om deze Enderman die me hier staat te fokken doodslaan. Ik heb ook een Enderman die me staat te fokken, ja. Ik pak wel een Iron Axe. Ik pak er nu gewoon twee tegelijk hoor. Oh fuck, ik ga dood. Okay, shit, dat was een ambitieus project. Ik heb een pissen gemaakt. Ik heb hem! Heeft hij een pearl gedropt? Nee. Nee! Shit. Ik heb even lekker vlees te eten. We moeten denk ik even het hokje dichtgooien als we niet willen dat ze naar ons toe komen. Het hekje achter me dicht doen was een beetje een stap te veel voor mij. Dat denk ik heb hem dicht gedaan. Nou ja, oké, dus conclusie, Jur moest de fiets bouwen, had een vet goed idee en het is nu helemaal goed. Nee, het was niet eens een goed idee. Niet eens. Het is gewoon echt... Ik zal je morgen een foto sturen uit de werkplaats van hoe het er bij de rest uitziet en hoe ons ding eruit ziet. En er maar is een verschil. Het verschil moet er waarschijnlijk gaat meer dan de helft van de groepjes de finish niet halen en dat is wel een fijn idee. Ja, maar jullie gaan wel de finish halen, denk ik. Je kan ermee fietsen. Zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. Voor die feedback. Kijk, er zit een creeper in. Hey creeper. Kijk, zit erin. Ah, sukkel. Ah, wie zijn nou de echte sukkels? Misschien wij, want alles is weer kapot. Alweer. Jur, nee. Ik ben pro. Als je zijn deur open, zijn we meteen de lul. En dan gaat die creeper ontploffen. Die nu zo rustig vast zit. In alle zen van zijn leven. Hey, waarom houden we dit hek niet gewoon hier? En slaan we ze hier gewoon dood? Want ik ben het helemaal zat. Nou, die spinnen kunnen er ten eerste overheen. Ten tweede schieten die pijlen er de hele tijd overheen. Nou, ik ga in ieder geval onze monster trap maken. Monster trap. Huppa. Fucking hell, we hebben het gedaan. Fucking poep. Nou, wel een paar creepers minder. De verbinding tussen ons en de monsters is nu wel weer open. Er is een verbinding ontstaan. Ik even dichtgooien, zo. Ze maken allemaal elkaar maar weer dood, weet je. Boeit me niks meer. Ik ga een achtbaan bouwen. We hebben helemaal geen... We hebben best wel veel iron trouwens, ja. Trouwens hebben best wel veel iron, joh. Dat kunnen we best wel doen. En Ik weet niet hoe... Oh, hoe maar... Jur!
Ze zijn binnen! Hoe doen ze dit? Shit. Oh, het is best wel rustig trouwens. Het is dag, dus... Oh ja, ze spannen natuurlijk boven in die spannen. Laat maar. Dat is wel het idee. Zo, ik gooi dit wel een beetje dicht. Jullie komen niet meer hierbij, hoor, jongens. Doe maar niet. Okay. Ik wil lekker veel experience te halen hier. Ja. Oh shit, creeper, nee! Creeper, nee. Ik ga lekker een hele simpel achtbaan bouwen, want we moeten ons richten op simpelere dingen. Ja, we moeten gewoon niet zo moeilijk doen, eigenlijk. En ik weet al precies hoe ik een hele simpele achtbaan ga maken. Ik vind wel dat er een stukje power drill in moet zitten en hij moet ergens omhoog gaan. Ja, dat omhoog gaan gaat hem zeker worden. Niet dat je zeg maar vier stukjes rails maakt en er een rondje van maakt, van vier stukjes rails. Nee man, ik maak helemaal met een sprong. Oh, door een hoepel die in de brand staat. Nee. Dat kunnen we wel maken met Netherrack, dat is toch cool. Ah! Oké. Jur, gaat goed met je? Gaat goed met je? Ik leef nog, weer. Weer al? Viel je door een gat heen? Ja. Waar zit het gat? Nee, het was water in het gat. Oh, zo'n ho, gatje. Ho, ho, ho. Oh, wah, wah, wah. Nou is de vraag, Rick, ga jij jou nog helpen iets doen in deze serie? Ik vind alleen niet per se dat er power drill in moet. Want ik weet ten eerste niet eens hoe ik dat moet maken. Dat is gewoon normaal. Oh, er zitten trouwens heel veel monsters in die ene trap. Hoe kan dit? Even één? Oké, er zit nog steeds één creeper in. Laat die er ook gewoon maar in zitten. Ook al is het weer gemaakt. Het is gewoon een leuke showcase. Van, hé, wat is dit? Oh, is dat een creeper? Rick, is dat een creeper? Oh man, ik ben nu maar gewoon een beetje monsters aan het vechten voor experience, je weet wel, het leven. Maar hoe zei je dat ik power drill maakte? Voor mij gewoon voor mij gewoon hetzelfde als iron rail, maar dan met gold. Of je moet al iron rail hebben en dan gold erop doen ofzo. Zal ik het voor je opzoeken? Tuurlijk zoek ik het voor je op. Dat doe ik gewoon. Minecraft power drill. Ik denk gewoon zoals je normale rail maakt, maar dan met gold ingots. Oh ja, en dan moet de redstone tussen nog. In het onderste middelste vakje. Dus het is linkerrij. Ik maak het anders wel voor en dan geef ik het gewoon aan je. Wat dacht je daarvan? Ik heb wel nog stukjes rail over, dus als je die zou willen gebruiken, dan vernietigen we niet te veel iron. Hier. Nee. Ik heb alleen gold ingots nodig. Oh. Oh, die hebben we niet natuurlijk. Waar hebben wij nou weer gold ingots nodig? We hebben wel gold. Ja? Hier over. Meer dan 6? 4 gold hoor. Ja, ik heb er 6 nodig. Motherfucker. Maar wij zijn niet zo van het chest organiseren, dus waarschijnlijk ligt het overal en ergens. Dat is correct. Ik heb 1 gold ingot losgevonden nog. Hoppa. Oh, we hebben nog steeds die ene chest die helemaal vol zit met stoel. En we eten nooit stoel. Het vult gewoon die hele chest op. Bedenk ik me nu opeens. Zo van shit, we hebben... Dit bericht niet meer weergeven. Ik weet niet eens wat het is. Ja, dat wil je ook niet meer horen, man. Gewoon niet meer weergeven klikken. Is wel goed. Ja, joh. Ik weet niet wat je bent, wat je doet. Oh, je hebt me nu opeens ook een gold ingot gegeven. Was dat de bedoeling? Ja, die gaf ik aan jou. Dat is de enige. Oh wacht, 9 gold nuggets kunnen we een gold ingot van maken, zeker. Of werk dat maar één kant op? Nee, dat kan hoor. We kunnen ook gewoon de nether in gaan heel veel pigment dope maken, zeg maar. Ja, ik heb er al 4 nu. 4 ingots of 4 nuggets? Heb jij die gold ingot in die chest gedaan? We hebben nu ook 5 gold ore. De bovenste chest is de belangrijke spullen chest hier, daarom. Oh, oké. Vind ik hem makkelijk terug. Ik heb 4 gold nuggets. Ik heb 5 gold ore in de oven. Er moet alleen nog een kool bij. Als er kool bij zit, dan hebben we genoeg. Wacht, ik heb wat hout. Ja, stop maar wat hout in. Dan maken we dat stukje rail gewoon even, hè. Alsof het niks is. Moet ik wel weer mijn redstone vinden. Ik ben zo slecht in mijn chest te organiseren. Daar is mijn redstone weer. Ik heb nog sticks nodig. Dat vind ik ook wel weer. Die moeten vast wel ergens zijn. Oh, wacht, zijn. Ik heb sticks. Ja joh, kom maar op. Hier, kom maar op, Jur. Hè? Cool. Oké, dan. Heb je mijn ingot nog in de bovenste chest laten zitten? Ja hoor, het gaat zo lukken. Ik en Jur. Ik heb een redstone torch even nodig voor het te poweren zo. Oké, die maak ik nu voor je. Een redstone sticky. Ben je er klaar voor? Ja, geef maar. Kapieuw! En power drill. Maar daar ben ik mee bezig. Daar ben je op aan het wachten, zeker. Dat is een ambitieus project van mij. Tot lange termijn wordt het wel eens wat. Zal ik even een kampvuurtje maken, gewoon met netherrack of zo, gewoon wat kan? Ja joh! Ja joh! Helemaal gek die man! Ik heb alleen nergens netherrack gevonden, dus ik ga even de nether in, weet je, je moet toch wachten op die kut furnace. Je moet er wat doen om de tijd te doden, zeg ik allemaal, hè. Voor mijn gevoel, we hebben trouwens ook een minecart with furnace, hoe de fuck komen we eraan? Die hebben we echt een keer gevonden of zo. Jur, ik heb het beste idee ooit. Moet je zien!
We hebben hier nu één furnace. Dat is toch vet irritant dat je er maar eentje hebt? Shit, dat kan niet. Wacht. Zo. Tweede furnace. Dit is zo fucking lui. Dat is een achtbaan. Nee, ik kom ook die furnace niet in, trouwens. Die twee gold is klaar. Die twee gold is klaar. Ik kom die furnace niet in, joh. Ik kan er niet in. We hebben het niet nodig. Je gold, gold ingots zijn klaar. Cool. We gaan even naar de crafting table toe. Doe je een beetje zo, kijker. Zie je dat? Wow. Ik wil ook, als je nog een rail... Ik moet even... Ik heb 6 power drill, vriend. Oké, heb je ook nog gewoon een rail? 4 gewone rail, ja. Voor mij is dat alles dat ik heb. Ah, oh, nee, is goed hoor. Is allemaal... Maak er eens wat moois van, je. Ja, ik ben al... Je geen rail kan leggen op glas, hè? Ik ben al bijna klaar, man. Ja, maak een... Oh, wat mooi! Een hele achtbaan door de grid heen. Wat een luxe. Hij moet wel een rondje kunnen, trouwens, hè. Dat is wel handig. Oh, nee, je viel een stukje rail van... Gaat de achtbaan ook een rondje kunnen? Nee, man! Of is het gewoon een zelfmoord, het wordt gewoon een zelfmoord. Ja, hier al. Hij lanceert je hier van de grid af. Dat is toch fantastisch? Dat wil je. Gewoon willekeurig de grid ingeschoten worden. Ik ga zoveel mogelijk power drill erin zetten, want dan ga je vet hard. Dan ga je vet hard. Weet je wat ik me net opeens bedacht, je? Dat we nog steeds een monster spawner hebben, want er vet veel monsters hier staan te chillen. Waarvan sommige zelfs... Oh nee, de deurentrap is kapot gegaan. Dat is verschrikkelijk. Oh, dit gewoon het heels... Ja hoor! Ja hoor! Het is die jongen gelukt! Is het gelukt? De suicide train. Ja, ik heb 19 levels, dus ik ga er liever niet in. Ik ga er wel even lekker in zitten. Oké, ik ga wel eventjes kijken. Ik doe even al mijn spulletjes weg. Ik heb ook nog ergens een minecart gewoon gevonden. Ik heb er ook eentje met een chest erin. Die het veel toevoegt, dan stoppen we daar iets in en dan kunnen we afscheid nemen van spullen bijvoorbeeld. Weet je, net zoals zo'n vikingbegrafenis, dat ze die op een boot zetten en die zetten ze in de fik en die sturen ze dan het water op. Ja. Yeah. Stoppen we zo'n chest... Wacht, welk item haten we nou echt, joh? Alle mushroom stew! Ja, we sturen alle mushroom stew weg! Op een vikingbegrafenis. Fuck jullie! Wat een goed idee! Wacht, okay. Ik heb wel nog honger. Geef me een paar mushroom stews dan. Oké, hier, 2. Ik neem er ook even eentje. Stop je lege bordje er ook maar in, je. Ja, die hebben we ook niet meer nodig. Ja, maar eigenlijk zijn die dingen vet handig. Nee, gooi het weg. We gebruiken het toch nooit. Dit is echt het beste idee dat we de hele serie gehad hebben. Oké, jij mag hem duwen. Go away! Wat een faal. Nee, Jurne, duw hem. Je moet hem niet kapot maken. Wee! Ze staat eronder op een blokje emerald. Wacht, ik moet even dit fixen. Dit gaat niet zo goed, man. Wow! Dat was veel minder extreem dan de bedoeling! Dan de bedoeling. Ik heb even 2 gewone rails nodig. Hebben we dat nog? Dat kun je wel maken, hebben zat iron. Ik heb het ergens in een chest gedaan. Ergens ik had vet veel gewone rail over. We kunnen ook wel zombie flash op een fucking begrafenis sturen. We hebben ook echt meerdere stacks van. Ja, maar we hebben niet meer chesten. En die, dan maken we die! Die cards kosten vet veel iron, broer. Ik heb nog een furnace karretje hier. Hij staat daar, zo klaar daar voor. Daar kan je ook zombie flash in doen. Ja, stop gewoon zombie flash. Zou ik hem testen? Ja, wacht, we hebben eerst even rails nodig. Nee, het karretje gaat al! Shit. De bliksem sloeg net in, trouwens. Dat is niet erg. Zolang het bord maar niet afbrandt. Dat is al een keer gebeurd trouwens, mensen. Voor jullie informatie. Het was brand, toch? Ja, bord? Nou, het was geen brand. Ja, Jur had hierachter, had hij over mijn visplekje had Jur lava gegooid. En toen vloog het bord in de fik. Ja. Ik vind het heel irritant dat ik ergens in een chest... Ja, die stukjes rail heb ik eruit gehaald en het aan jou gegeven, volgens mij. Ja, ik heb er hier 9 gevonden in ieder geval. Boeit mij helemaal niet. Ik wil zo graag in een zelfmoord minecart zitten al en dan ben ik dood en zo. Daar heb ik geen zin in. Ik ga... Jur, het huis staat weer in de fik. Het is hetzelfde stukje dat al eerder in de fik stond, hoor. Dat is niet iets heel nieuws of zo, maar toch? Oké. Zal ik gaan? Ja, ga maar, Jur. Geef jij me een glory setje? Oh, wacht! Goodbye, good friend. Alright, here I go. Dat hele grid zit natuurlijk vol met fucking blokjes. We moeten ze allemaal weghakken. Oh! Nu ben je wel dood. Daar ga ik.
Dit is de vikingbegrafenis aflevering. Ja. Ik zal de titel alvast vikingbegrafenis maken. Ja, dat is wel nuttig. Maar Viking funeral. Dat was de achtman hoor, die telt. Jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Jurg, duw me, duw me. Duw me. Oh, ja. Woehoe! Oh. Even op F5 drukken. Het ziet er heel raar uit op F5. Jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Check ook Jurg's kanaal voor expliciete Minecraft content, 18+. En ik hoop ook andere gameplays, anders wil ik geen vrienden meer zijn met Jur. Storytime met Jur en Rick komt ook nog. Ja, dat is ook Minecraft, maar daar gaat het niet om. Oh, doen we dat Minecraft? Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Voor de views, weet je wel. Voor de views. Dat doen we. Dan even kijken voor deze aflevering. Doe een duimpje omhoog en dan komen Jur en ik binnenkort terug. We hebben vandaag, je zou zeggen wat een kut aflevering, maar we hebben best veel dingen goed weggestreept. Ja. 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 Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk we hebben top gedaan. We hebben überhaupt iets weggestreept en dat is nieuw. Dat is nieuw inderdaad. Dat is echt super nieuw. Ik heb trouwens een geweldig idee voor een serie. Wat? Voor de Storytime serie. Dat gaan we dan in Minecraft doen. En dan gaan we tijdens de aflevering het scenario nabouwen. In Minecraft, wauw. Dat is het beste idee ooit. Zoals de scène dat ik een stoel gooi tijdens Latijn. Dat gaan we nabouwen in Minecraft, joh. Dat gaan een we man doen. Met een stoel boven zijn hoofd. Ja, dan ben je hele aflevering aan het bouwen en heb je een man met een stoel boven zijn hoofd. Dan is het verhaal zoveel duidelijker, want mensen kunnen zich er echt niet voorstellen. Hoe dat er nou uitziet, een man met een stoel boven zijn hoofd. Maar we moeten wel iets van... Ja, we kunnen ook gewoon een normale survival doen. Dat is niet leuk. Of hardcore. Alleen dat... Die heb je ook al gedaan. Werkt niet helemaal met de twee ook, denk ik. Weet niet. Wat is nou een leuk extraatje? Oh, je bent nog aan het opnemen! Ik ben nog aan het opnemen! Oh wist je dat niet? God man, stop maar weer. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Minecraft. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zien we jullie de volgende aflevering van Skygrid gewoon weer. En dan gaan we weer lekker Skygritten in de grid. Of later. Doei!